Chin chin. Salute. Salute. E bomba. Beste vrienden, welkom bij Pepe's Pizza. Vandaag heb ik mijn schoonfamilie op tafel en ik ga ze lekker trakteren op een pizza Romana. Die gaan we lekker klaarmaken met anjovis, kappertjes en peperkjes, peperoncino. En we gaan beginnen met het klaarmaken van de deeg. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabresi do the mambo like a crazy with it. Shake a baby, shake it, cause I love her when you take a me. That's nice. Hier hebben we onze pizza bolletje, heel mooi luchtig, heel mooi gerezen. We gaan ze eigenlijk onze bodem klaarmaken, pizza bodem, met eigenlijk met dezelfde bloem. Onze farina typische 00, waar we onze deeg hebben ook gebruikt, is eigenlijk een heel veel gebruik in Italië, de bloem waarmee de pizza wordt gemaakt. En uiteindelijk is het een hele fijne tarwebloem. We gaan onze pizza mooi vormen, die aanduwen. Dat je eigenlijk ook met twee handen. U boort altijd mooi. Die eigenlijk is een omdraai, dat wordt te moeilijk. Gebruik je een deegrol, maar probeer dat alsjeblieft niet te doen. Dat is eigenlijk fijn, die gevoel in je handen om een pizza te maken. Je twee handen langs elkaar, mooi aan die boord. Die ronddraaien en dan gaat eigenlijk vanzelf water, bloem, gis, klein beetje zout en suiker en je hebt het prachtig van werk. Onze pizza is mooi gevormd. We zijn klaar voor het condimento beleg. Pizza condieren is beleggen. Kijk eens hier. Daarvoor hebben we onze tomatenpulp. Dat is eigenlijk ook voornaamste, een goede tomatenpulp kopen, maar die ook eigenlijk lekker afkruiden, gelijk we nu hier doen. Klein beetje zout. Peper, een klein beetje suiker om die extra zoete smaak, wat ideaal is, te matten. En een klein beetje basilicum, dat is eigenlijk een geweldig combinatie. Die gaan we heel mooi fijn hakken. Eigenlijk, tomatenpulp, wie eventueel zelf thuis die tomatenpulp wil maken, koop van die mooie lange grijpen, de San Marzano. San Marzano is eigenlijk een deel van Salerno. Hier hebben we de Roma-tomaten, de vervanger. Die kun je eigenlijk koken. En als ze een keer bijna gaar zijn, door het pasfiets, en dan krijg je eigenlijk het tomatenpulp. Het belangrijkste is altijd, als je tomatenpulp gebruikt, een mooie cirkel in het midden. Die mooie uitsmeren, altijd met die pollepel rondom. Altijd een klein... Niet over het pizzabodem. Ja, gewoon een klein korstje. En dan onze mozzarella aan toevoegen. Dit is een mooie witte kleur, de mozzarella van koemelk. Eigenlijk heel mooi reepjes, niet te dik. Het voornaamste is die overal uitsmeren in de pizza. Want achteraf als je van die dikke plakjes erop legt, gaat je pizza gebakken zijn en je kaas is niet gesmolten. Dat is niet de bedoeling. Voilà, heel mooi. Dan gaan we daar afwerken met anjovisjes en kappertjes hebben we hier. Dus anjovis, acciughe in Italiaans, of sardelle noemen ze ook. Het zijn eigenlijk een zeezout, gepekeld. Degene mensen die thuis dat eigenlijk tegen zout vinden, kun je nog altijd spoelen onder water. Met voornaamste zeg ik hier niet te veel gebruiken. Want dat is eigenlijk een extra condimento, gelijk zijn zij, een extra beleg, voor die extra smaak te krijgen, maar gebruik er heel weinig. Het is heel mooi dat je dat met die handen een klein beetje overal, want dat geeft wel een extra smaak. Al.
We hebben daar hier twee gebruikt, dat is meer dan genoeg. Verder gaan we onze kappertjes zetten op onze pizza. Kappertjes zijn eigenlijk bloemenknopjes van de kappertjesplant. Die gaan we heel mooi uitstrooien. Niet te veel, want die heeft ook een extra smaak. Iets ook heel lekker, wat ik ook zelf graag heb, wat spicy. Van die rode chilipepers bij ons, peperoncino. Die gaan we heel mooi fijn snijden. Dus we gaan heel lekker afkruiden met onze peperoncino. Lekker parfumeren met onze wild oregano. Voilà, mooi. Strooien, kijk eens hier. Dat is onze eigenlijk pizza romana. Romana van het woord Rome, de hoofdstad van Italië. En uiteindelijk het bizarre is eigenlijk dat deze pizza een Rome pizza napoletana is. Maar in Napels noemen ze die pizza romana. Voilà, we zijn klaar om onze heerlijke pizza romana te bakken. We gaan ze eigenlijk gedurende 3 minuten in onze houtskooloven plaatsen. Thuis 250 graden gedurende een kwartiertje en je gaat hetzelfde perfectiewerk krijgen. Kijk eens hier, heerlijk. Kijk eens hier, Sven. Lekker. Voilà. Lekker die houtskooloven. Die geur. Mooi snijden. En dat is eigenlijk voornaamst als je deeg goed gerezen heeft. De krokante beet. Eerste stuk is van mijn schoonzuster. Alsjeblieft. Lekker. Bomma. Mijn schoonmoeder, die voor alles zorgt thuis altijd. Dat is in orde. Hier, eet Werner, alsjeblieft. Nog een voor u, Sven, die voor de ongemak zorgt thuis. Wordt erbij. En een voor mezelf, dat ik ook niet beter ben, maar ja. Voilà, smakelijk. Smakelijk. Petit top. Ja, misschien niet graag kappers of anjovisjes, maar lekker, de contrast. Lekker. Old school. Wat vind je? Heerlijk pittig. Lekker. Voilà, beste vrienden, dat was mijn pizza romana. Surf naar njam.tv, vind je alle details ervan. En ik wens jullie buon appetito. En tot de volgende Pepe's Pizza!